Welkom bij de discussiebijeenkomst Hoe bevrijden we Palestina, georganiseerd door de Internationale Socialisten. Ik ben Lorraine, ik ben actief bij de Internationale Socialisten in Amsterdam. En ik ga vandaag in gesprek met drie sprekers over dit belangrijke onderwerp. We vonden het heel noodzakelijk om het vanavond hierover te hebben, omdat we volgens mij allemaal met walging en ongeloof, woede hebben gekeken naar de ontwikkelingen de afgelopen weken in Palestina. De aannemende terreur van het Israëlische regime tegen de Palestijnse bevolking heeft een nieuwe opwelling gekregen. En daarin is het wel heel inspirerend en goed om te zien dat er ook in Nederland heel veel mensen de afgelopen weken de straat op zijn gegaan in solidariteit met de Palestijnen. Maar we vragen ons heel goed af van ja, hoe kunnen we dit verder doorzetten? En wat is er nodig om het verzet op te bouwen zodat Palestina daadwerkelijk bevrijd wordt? En daar ga ik vanavond in gesprek over met drie sprekers. Als eerste hebben we Max van Lingen, historicus en actief bij de Internationale Socialisten. Dina, die antropologisch onderzoeker en opgegroeid is in een Palestijnse stad in Israël. En Doreen, die actief is bij BDS Nederland. En het zijn drie inleidingen. En jullie kijken als het goed is mee via Facebook. En als je later wil meedoen via Zoom, waar we de discussie verder gaan voortzetten, dan kan je dat doen door een aanmeldingsformulier in te vullen dat gedeeld zou worden in de chat. Als eerste geef ik graag het woord aan Dina. Ja, goedenavond allemaal. Nou, ik ga mijn tijd goed gebruiken, dus ik begin meteen om in 10 minuten het antwoord te geven op de vraag hoe kunnen de Palestijnen zich bevrijden, oftewel hoe kunnen de Palestijnen in vrijheid en waardigheid leven. Dus ik ga beginnen. Ik doe mijn best om jullie te overtuigen, maar om dus ook echt een antwoord, om mijn antwoord te begrijpen aan het eind van deze 10 minuten, is het belangrijk dat wij eenzelfde standpunt hebben over de staat Israël en wat voor staat het is. En het wordt wel vaker gezegd, Israël is een settler colonial state, een settler koloniale staat. En zo'n staat heeft meerdere elementen of ingrediënten nodig om te kunnen bestaan. En ik zal er twee belangrijke noemen. Het eerste is dat vooral maar ook het bestaan van de staat Israël, vooral met een etno-religieuze identiteit, een Joodse staat, is afhankelijk van het elimineren van de inheemse bevolking. Dus de staat kan alleen maar bestaan als de inheemse bevolking er niet is of geëlimineerd is. En dat kan natuurlijk door verschillende manieren. Dus niet per se één manier is natuurlijk de inheemse bevolking te doden, wat ook in veel landen, andere settler koloniale staten, ook gebeurd is. Het elimineren van de native, van de inheemse bevolking, kan ook door bijvoorbeeld verblijfsvergunningen wegnemen van Palestijnse burgers. Dat is één tactiek dat heel erg wordt gebruikt in bijvoorbeeld Jeruzalem en de westelijke Jordaan-oever. En bijvoorbeeld in Jeruzalem kunnen ook mensen, als zij 3 jaar buiten Jeruzalem wonen, Palestijnen die daar hun hele leven hebben gewoond, en bijvoorbeeld in het buitenland gaan studeren, riskeren zij het verliezen van hun verblijfsvergunning en kunnen ze het land niet meer in. Het kan ook door bijvoorbeeld de Palestijnen binnen Israël Arabieren te noemen, hun Palestijnse identiteit weg te nemen, en ze te depalestiniseren, zeg maar. Ze proberen in kleine groepjes te hakken. Hè? De Droes en de christenen en de moslims en de dit en de dat en de Bedouinen. Dat is ook een manier van het elimineren van het Palestijnse inheemse volk. Enzovoorts. Dus dat is één hele belangrijke element dat we moeten begrijpen. Het bestaan van de Israëlische staat is afhankelijk van de eliminatie van de inheemse bevolking. Het tweede is dat een settler-koloniale staat ook afhankelijk is van land. En dat vaak natuurlijk, wij praten over, wordt ook best wel veel gezegd, dat religie speelt een rol, zelfbeschikking speelt een rol. De geschiedenis van het Joodse volk, maar ook de geschiedenis in het Midden-Oosten, is allemaal belangrijk. Maar uiteindelijk waar het om gaat, is macht over en controle over land. En dat zien we ook weer terug, ook weer recentelijk natuurlijk, in de laatste ontwikkelingen.
Als we kijken naar Jeruzalem, ik denk dat de mensen wel een beetje een idee hebben dat volgens de peace talks in de jaren 90, was er besloten dat Oost-Jeruzalem een hoofdstad zou zijn voor de toekomstige Palestijnse staat. West-Jeruzalem zou de hoofdstad zijn van de Israëlische staat. Ik denk ook dat het gewoon eigenlijk bullshit is om een staat ook te af te hakken in kleine substeden. Maar anyway, dus Jeruzalem, Israël heeft altijd al gezegd, ze willen een unified Jeruzalem, ze willen één grote Jeruzalem hebben. Dus ze willen graag het land, de stad, willen hebben, maar met zo weinig mogelijk Palestijnen erin natuurlijk. Nou, dat hebben we gezien in de uitzettingen van de mensen in de buurt Sheikh Jarrah, waar het eigenlijk een beetje, het begin was 2 weken geleden ongeveer, van de laatste episode. Maar dat zien we ook bijvoorbeeld door de muur die Israël aan het bouwen is sinds het jaar 2000. Waar ze ook met de muur zoveel mogelijk land aan de Israëlische kant willen hebben. Met zo weinig mogelijk Palestijnen die dan net achter die muur wonen. Maar we zien natuurlijk ook in de Westelijke Jordaanoever met de settlements. Het gaat echt om controle over en het bezit van land. En natuurlijk ja, ook in Gaza zien we ook dat ze echt proberen om die mensen gewoon op een klein stukje land in Gaza. En de meeste 70% van de Gazanen zijn vluchtelingen oorspronkelijk uit wat vandaag Israël is. Waar ze niet naartoe kunnen. Ze worden gewoon op een klein stukje land gezet waar ze niet uit kunnen. Dus nogmaals, het is dus als een zettelijke loyale staat, als wij ervan overtuigd zijn dat wij zo naar de staat Israël kijken, moeten we begrijpen dat de nature of the state, dus voor de staat, de staat Israël om te bestaan als een Joodse staat, zijn deze twee elementen heel belangrijk voor de staat. Nou, een stapje verder. Dus wij weten dat dit eigenlijk een beetje de oorsprong is van wat de laatste 70 jaar gebeurd is. Dan is de vraag, wat kan er gedaan worden? Wat kunnen we doen om deze situatie te veranderen? Nou is al voornamelijk sinds over de jaren 70 en de PLO, de Palestijnse Liberation Organization, ook wordt gezien als een gesprekspartner waarmee onderhandeld kan worden. Dus vanaf de jaren 70 zijn de Palestijnen bezig in heel veel acties die nu door het Westen altijd worden genoemd als de non-violent resistance. Tussen haakjes noem ik het, want ik ben een beetje, ik vind die terminologie irriteert mij heel erg. Want ze spreken soms alsof de Palestijnen er nog nooit van over hebben gehoord. Maar als je goed kijkt naar de geschiedenis van de Palestijnse verzet, zie je een geschiedenis van stakingen, van hongerstakingen bijvoorbeeld, van ook van Palestijnen die gevangen worden gezet in Israëlische gevangenissen zonder rechtszaken, dus dat die gedetineerd worden. Maar ook stakingen, bijvoorbeeld Palestijnen tijdens de jaren 80, die niet meer gingen werken, niet meer hun werk gingen als ze werkten voor Israëlische zaken bijvoorbeeld. Maar ook boycott, dus ook Palestijnen die Israëlische producten boycotten, niet naar de winkel gaan en speciaal niet de knoeva melk kopen van de Israëlische bedrijven, maar juist de Palestijnse boeren proberen te supporten. Demonstraties en protest natuurlijk. Dus dat is al jaren onderdeel van het Palestijnse verzet. Ik zeg altijd hierna wat mijn beste herinneringen zijn als family time. Dus wat wij deden als wij gingen stappen. Dat waren vooral demonstraties of festivals waar we zeg maar de Palestijnse geschiedenis herdenken. Dus het is echt onderdeel. Dus die herdenkingen, samenkomen met andere Palestijnen. Ook binnen Palestina heb je internally displaced, dus mensen die, niet meer in hun eigen stad, of hun eigen land kunnen wonen, maar nog wel binnen de staat Israël wonen. En dan gaan we terug naar die oude Palestijnse dorpen die nu niet meer bestaan op het land. En dan hebben we zo'n soort festival. En dan hebben we Palestijnse literatuur, gedichten worden gelezen. Dat is echt dat soort verzet is echt onderdeel van het Palestijnse normale leven eigenlijk. En wat we nu zien natuurlijk is dat ook nu de Palestijnen weer allemaal de straten op zijn gegaan. Dat is niet natuurlijk de eerste keer. We kennen allemaal hopelijk ook wel de geschiedenis van de eerste en de tweede intifadas, de opstanden eind jaren 80 en in het jaar 2000. Maar ook in 2006 Gaza werd belegerd door Israël, waren ook Palestijnen massaal in opstand gekomen. Maar ook niet alleen maar Palestijnen in de Palestijnse gebieden en binnen Israël, maar ook Palestijnen in Libanon en in Jordanië bijvoorbeeld. En wat we nu vooral zien, is dat er ook nu een generatie jongeren is
die eigenlijk misschien in het jaar 2000 of na het jaar 2000, dus na de laatste intifada, is geboren en voor wie dit ook echt weer een signaal is dat zij onderdeel zijn van het Palestijnse volk. En in Gaza hebben we natuurlijk ook echt mensen die gewoon opgegroeid zijn in de jaren 2000, dus die niks anders kennen, geen andere realiteit, behalve dat ze al 20 jaar, het grootste deel van hun leven, van de jongeren, zitten ze vast in op dat stukje land zonder de normale rechten die een mens zou moeten hebben. Ik heb nog 2 minuten, dus ik ga even wat sneller en naar die oplossing die ik heb. Maar nogmaals, dus dit is die massale opstand weer van mensen, van Palestijnen overal op het land. Vind ik vooral een hele mooie signaal ook naar de wereld toe dat wij één volk zijn. En dat wij allemaal op een of andere manier slachtoffer zijn van dat koloniale geschiedenis van Israël. Waarom werkt het niet? Nou, zoals ik al zei, dus waarom werken al die massale protesten, acties en boycott en sancties, waar we later ook nog meer over gaan horen, en stakingen en hongerstakingen. Het werkt niet, want zoals ik zeg, het bestaan van Israël als een etnoreligieuze staat is afhankelijk van het elimineren van de Palestijnen. Dus het maakt niet uit wat de Palestijnen willen doen. Uiteindelijk zal Israël altijd willen proberen om de Palestijnen het zwijgen op te leggen. Dus totdat de aard van de Israëlische staat als een zettelijke koloniale staat verandert, zullen dit soort gevallen jammer genoeg om de paar jaar weer gebeuren. Ik las net weer de alle jaartallen wanneer er een oorlog in Gaza was. Die is 2006, 2008, 2012, 2014. Nu 2021. En het zal zo door blijven gaan. Niet alleen in Gaza, maar overal. Totdat de aard van de Israëlische staat verandert. Wat is daarvoor nodig? Het belangrijkste is natuurlijk dat Israël, vooral de Israëlische maatschappij, accepteert dat zij misschien minder macht moeten hebben, minder controle over land, maar wel gelijkwaardig en rechtvaardig samen met alle burgers op het land moeten wonen als gelijke mensen. Dus ze moeten accepteren dat zij niet superieur zijn, dat ze niet meer rechten hebben dan de inheemse bevolking. En dat zal moeilijk zijn, maar het is zeker niet onmogelijk. En wat is daarvoor mogelijk? Het belangrijkste is dat Israël verantwoordelijk wordt gehouden voor de misdaden die ze pleegt, door de internationale gemeenschap natuurlijk, al hebben wij daar niet veel vertrouwen in. Maar hopelijk, dus mijn hoop is echt dat Israël zelf realiseert dat zij nooit een veilig land kunnen zijn voor hun burgers, zolang zij deze status quo van settler kolonialisme in stand willen houden. Dank jullie wel. Okay, dankjewel Dina voor het historische overzicht. Heel interessant. Ik denk dat we nu doorgaan naar Doreen, die dus actief is bij de BDS Nederland. En ik denk dat zij het meer gaat hebben over BDS en het verzet wat wij nodig hebben. Dus Doreen? Ja, goedenavond allemaal. En Dina heeft even in een notendop heel snel de oplossing al voor ons uitgespeld. Ik denk dat het erg ambitieus is om te denken dat wij dit hier in een uurtje gaan bespreken. Vooral denk ik dat het voor ons hier in Nederland heel belangrijk is dat wij, de internationale gemeenschap, niet moeten denken dat wij de oplossing kunnen bedenken voor Palestijnen. Dat het vooral belangrijk is dat wij naar Palestijnen luisteren. Die vertellen ons wat ze nodig hebben en die vertellen ons wat de situatie werkelijk is. En eigenlijk heeft Dina ons dat al verteld. De situatie moet veranderen in Israël. Zolang dat niet gebeurt, zal er altijd verzet blijven zijn. En dus wat wij wel moeten doen in Nederland en in de hele wereld is de Palestijnen daarbij helpen. En één oproep voor hulp, internationale hulp vanuit Palestina, is de oproep tot BDS. Boycott, desinvestering en sancties. Dat is een oproep die is gedaan in 2005 door meer dan 200 maatschappelijke Palestijnse organisaties. En die roepen eigenlijk de hele wereld op om zich ervoor in te zetten dat er een consumentenboycott plaatsvindt, dat de staten worden gedwongen om sancties te treffen tegen Israël en dat bedrijven en overheden
desinvesteren uit Israël. Ik denk ook dat het, als dat niet gebeurt, dan worden wij als internationale gemeenschap alleen maar meer medeplichtig gemaakt. Want in feite de instandhouding van het onrecht al zo lang komt juist doordat de internationale gemeenschap altijd is omgegaan met Israël als, als een normaal land, niks aan de hand. En juist met hele nauwe banden met alle westerse landen. Ze genieten allerlei voordelen in de EU bijvoorbeeld en ook in Nederland. En natuurlijk zijn ze dikke vriendjes met Amerika, die hen militair heel erg steunt, maar die daar eigenlijk voor wie dat tevens ook een manier is om eigen voet in het gebied te houden. Dus eigenlijk meer als een pion. Oké. Dus de oproep tot boycott, desinvesteren en sancties. Nou, in Nederland is daar ook een beweging voor. En er zijn allerlei dingen die we kunnen doen. Dingen die kunnen gebeuren op Nederlands niveau. Er zijn dingen die kunnen gebeuren op Europees niveau. En dan is er ook natuurlijk nog altijd de Verenigde Naties. En zelfs het internationale strafhof. Als het gaat om Nederland, dan zijn er bepaalde dingen die aangepakt kunnen worden. Nederland heeft een militaire samenwerking met Israël. De overheid moet gedwongen worden om die te beëindigen. Er vindt wapenhandel plaats tussen Nederland en Israël. Nu is er wel afgedwongen dat export van wapens naar Israël, die vallen onder allerlei voorwaarden. Dus die mogen niet worden ingezet voor mensenrechten schendingen. Maar er zijn allerlei wegen omheen. Dus dan is er export van zaken die gebruikt kunnen worden voor, dat noemen ze dual use. Dus dat is gebruikt voor zowel civiele als militaire doeleinden. En op die manier kan het bijvoorbeeld zo zijn dat er Nederlandse honden door het Israëlische leger worden ingezet tegen Palestijnen. En dat zijn dan inmiddels geen legerhonden meer, maar dat heet dan politiehonden. Maar goed, dat komt op hetzelfde neer. En andersom is het zo dat Nederland nog wel gewoon wapens aankoopt van Israël. Zo heeft bijvoorbeeld het Nederlandse ministerie van Defensie heeft een contract met Elbit voor het leveren van allerlei apparatuur. En een belangrijk exportproduct van Israël is producten op het gebied van wat ze noemen de security. Dus daar zitten veel technologische dingen bij in de zin van mass surveillance en dat soort dingen. Nou, ik denk dat we allemaal kunnen bedenken voor wie deze producten zijn ontwikkeld en op wie ze zijn uitgetest. En nu ook weer met de oorlog in Gaza, wat je altijd ziet na zo'n oorlog, is 6 maanden later staat Elbit op wapenbeurzen met allerlei wapens waar het label opgeplakt kan worden, battle proven. Dus eigenlijk wordt Gaza in die zin ook gewoon gebruikt als een soort testtuin voor de Israëlische wapenindustrie. Dan hebben we in Nederland allerlei samenwerkingen op het gebied van universiteiten, op het gebied van steden, op het gebied van handel. En wat we dus in Nederland kunnen doen is druk uitoefenen op op de overheid om daarmee te stoppen. Bijvoorbeeld hebben wij in Nederland campagnes gehad tegen het busbedrijf EBS. EBS, dat staat voor Egged Bus Services. En dat is een Israëlisch bedrijf dat ook op de lijst staat van de Verenigde Naties, die vorig jaar is uitgekomen van bedrijven die bijdragen aan en profiteren van de nederzettingen. Omdat Egged, die verzorgt busvervoer van en naar de illegale nederzettingen op bezet gebied. Op wegen die verboden zijn voor Palestijnen. Bussen zijn meestal verboden voor Palestijnen. Kortom, regelrechte apartheidsbussen. Maar wie in Nederland van Amsterdam naar bijvoorbeeld Volendam wil gaan, die moet in zo'nzelfde bus stappen.
Want die hebben door middel van aanbestedingen, verzorgen zij dat busvervoer in de regio Amsterdam. En dus als BDS Nederland, als we weten dat er zo'n aanbesteding aankomt, dan voeren wij campagne naar de provincies toe, naar de vervoerregio's toe, naar de gemeentes toe, om ze te informeren over wat voor bedrijven dit zijn. En dan soms organiseren we e-mailbombardementen, soms organiseren we acties op straat, et cetera. En soms zijn die succesvol. En het is vooral ook heel belangrijk dat de Nederlandse burgers weten wat er speelt, weten met wat voor bedrijven de overheid in zee gaat. Maar ook veel mensen van de overheid die daar ook helemaal niks van af weten. En die soms best wel gechoqueerd zijn als wij hen met de neus op de feiten drukken. En er zijn een heleboel meer voorbeelden. Zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen die investeren in Israëlische banken. Die ook hypotheek verzorgen voor de nederzettingen. De militaire samenwerkingen. En dan zijn er nog andere, wat eenvoudigere campagnes. De consumentenboycott omtrent producten uit nederzettingen bijvoorbeeld. Zoals dadels, de medjool dadels hebben we onlangs een grote campagne rondom gehouden. Er zijn aardappels, de supermarkten liggen al momenteel vol met aardappels, waarop staat het label Israël staat. Soms staat er niet eens het label Israël op, maar staat er iets vaags op en weet je nog steeds niet waar ze vandaan komen. Maar goed, dat label Israël, dat kan betekenen dat ze uit Israël 48 komen. Het kan betekenen dat ze uit de illegale nederzettingen komen. Maar in het algemeen zijn eigenlijk alle agrarische bedrijven in Israël, die zijn allemaal betrokken bij mensenrechten schendingen, allemaal betrokken bij landonteigeningen. Dus het maakt niet eens zo heel veel uit of dat nou uit Israël 48 of uit de nederzettingen komt. Doreen? Ja. Ja. Zou je kunnen afronden straks? Ja. Ja. Oké. En dan wat ook een belangrijk ding is, is het associatieverdrag met de EU. Israël heeft een associatieverdrag en daardoor hebben ze allerlei voordelen. En op die manier weten ook Israëlische bedrijven, ook wapenbedrijven, toegang te krijgen tot allerlei gemeenschapsgeld, ook van Nederland. Dus zo zijn er bijvoorbeeld Israëlische drones van Elbit, die in de regio Haaglanden gebruikt worden. Dat is dus ook allemaal heel fout. En op Europees niveau zijn er campagnes om het associatieverdrag op te schorten. En er is een ander initiatief dat nu gaande is. Dat is een zogenaamd burgerinitiatief om producten uit de nederzettingen geheel verboden te maken. En dit soort zaken die moeten ook op Europees niveau geregeld worden, want dat kan Nederland niet individueel beslissen. Bij deze zou ik iedereen willen oproepen om onze pagina te volgen en onze campagnes te volgen. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op onze website, zodat je op de hoogte bent van de campagnes die er lopen, acties die je zelf kunt ondernemen. Kom bij de BDS-beweging, zou ik zeggen. Dankjewel, Doreen. Duidelijke oproep. Als laatste gaan we luisteren naar Max. Actief bij de Internationale Socialisten. Max, begin maar. Ja, ik denk dat de BDS-beweging echt een enorm belangrijke beweging is. En als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar en wat er veranderd is in het Westen, dan denk ik, als het gaat om het verschuiven van de publieke opinie, dan heeft de BDS-beweging daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Ik denk daarnaast dat ook Israël zichzelf aardig in de voet heeft geschoten door steeds weer opnieuw op gewelddadige wijze Gaza aan te vallen in een tijdperk waarin dat gewoon heel snel heel zichtbaar wordt wat dat betekent. En dat die combinatie er wel voor heeft gezorgd dat mensen zich wel bewuster zijn geworden van wat er zich afspeelt.
Tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk is om ook te beseffen dat er grotere bewegingen aan de gang zijn. En dat de bevrijding van Palestina een kwestie is die op een aantal schijven plaatsvindt. En wat ik vooral wil doen is het hier als een strategische kwestie benaderen. Dus niet zozeer als een morele of een religieuze kwestie, maar gewoon van hoe kunnen we nou een strategie ontwikkelen en wat betekent dat voor onze eigen activiteit? En ik denk als eerste dat we zouden moeten zeggen dat in het Westen is dit nog heel erg gangbaar, maar dat de Holocaust niet het vertrekpunt moet zijn om te begrijpen wat er gebeurt. Het bestaan van Israël heeft eigenlijk helemaal niets te maken met antisemitisme of de strijd daar tegen. Als je kijkt naar Hajo Meijer gebruikte dit voorbeeld vaak. Als je kijkt naar het racisme tegen Chinezen, dan is dat nooit bestreden door een sterk China te hebben. En hetzelfde geldt eigenlijk voor antisemitisme, wat niet bestreden kan worden door een sterke Joodse staat op te bouwen. Racisme bestrijd je niet met staten. En dat is iets wat seculiere Joden ook al voor de Tweede Wereldoorlog in grote meerderheid dachten. De orthodoxe Joden die zagen de oprichting van de staat Israël als als blasfemie eigenlijk. En de seculiere Joden zagen eigenlijk vooral de strijd tegen antisemitisme als iets wat ze op de plek waar ze woonden moesten voeren. En het is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog dat veranderd is, maar ook heel bewust door de Zionistische beweging, door het kanaliseren van de vluchtelingen, Joodse vluchtelingen na de Tweede Wereldoorlog, in de richting van Palestina. En daarbij speelde een belangrijke rol dat de meeste Joden na de Tweede Wereldoorlog helemaal niet naar Palestina toe wilden gaan. Ze wilden eigenlijk het liefste naar de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hield de grenzen dicht. Is wel, als je nu kijkt naar wat als Verenigde Staten de mond vol heeft over dat Joden recht hebben op een veilige plek, dat ze daarom Israël steunen. Zij waren degene die de grens dicht hielden voor Joodse vluchtelingen. Dus als ze dat daadwerkelijk hadden gevonden, hadden ze die grens wel opengezet. Maar de Zionisten die maakten eigenlijk gebruik van die situatie om een project wat zij al heel lang probeerden op te zetten, de kolonisatie van Palestina, om daar gewicht aan te geven. En dat is ze gelukt, maar hun doel was echt in typische westerse, op een typisch westerse manier, om een kolonie te bouwen en gewoon geen rekening te houden met de bevolking die daar al was. Want het waren immers geen witte mensen, dus die deden er niet toe. Dat daar al mensen woonden, dat maakte niet uit voor die kolonisten. En als je ook naar de geschiedenis van van de Yishuv gaat kijken, dus de gemeenschap van de Zionisten voordat Israël werd opgericht, dan was dat echt een gemeenschap of een soort staat in oprichting die niet onderdeel was van de bevolking die daar al aanwezig was, maar echt een maatschappij die parallel werd gebouwd. Dus bijvoorbeeld Tel Aviv werd naast Jaffa gebouwd en Jaffa werd wel gebruikt om bijvoorbeeld allemaal de handelsnetwerken die erop waren, de infrastructuur, maar om Tel Aviv te bouwen om vervolgens Jaffa te overschaduwen en in te lijven. En het doel van het Zionistische project was om zoveel mogelijk land eigenlijk te veroveren met zo min mogelijk Palestijnen. En dat betekende niet dat ze dan vooral de onbevolkte gebieden gingen
gingen claimen, maar dat ze zoveel mogelijk Palestijnen weggingen jagen. En dat is eigenlijk wat er met de Nakba gebeurde ook, hè? Het wegjagen van zoveel mogelijk Palestijnen. Bijvoorbeeld de Israëlische historicus Benny Morris, die heeft dat heel duidelijk als een noodzaak gezien. Die zei van, als wij om die Joodse staat op te richten, moesten er Palestijnen verjaagd worden. En zijn belangrijkste kritiekpunt van Benny Morris op David Ben-Gurion was niet dat er etnische zuivering plaatsvond. Nee, hij zei, etnische zuivering is goed. Zijn belangrijkste kritiekpunt was dat David Ben-Gurion niet ver genoeg is gegaan. Dus dat er te weinig Palestijnen zijn weggejaagd. En vanuit het standpunt of vanuit de optiek van het koloniale project om een Joodse staat te bouwen met zo min mogelijk Palestijnen, heeft Benny Morris ook gelijk. Want het is een falen geweest voor het bouwen van een exclusieve apartheidstaat om niet meer Palestijnen etnisch te zuiveren. Daardoor wonen er nu nog miljoenen Palestijnen in het gebied. Dus vanuit het sionistische standpunt is dat eigenlijk zelfs die 750.000 Palestijnen die met geweld verjaagd zijn, dat zijn er te weinig volgens een moderne zionist als Benny Morris. Wordt dat heel vaak gezien als een, dat wordt gepresenteerd als de Nakba was een oorlog om te overleven. Dat was het helemaal niet. De zionistische milities waren militair gezien veruit superieur. De Arabische legers die opereerden, die stonden onder controle van Britse officieren die helemaal niet wilden dat, dat de oorlog door de Arabische landen gewonnen zou worden. En ook bijvoorbeeld iemand als de koning van Jordanië, die sloot een deal. Dus de Jordaanse troepen en de Irakese troepen die onder Jordaanse commando stonden, die zijn nooit verder gekomen dan Jeruzalem. En die hebben ook, zijn de enige plek waar echt gevochten is tijdens de zogenaamde Israëlische onafhankelijkheidsoorlog, is in Jeruzalem, omdat daar de sionistische milities de afspraken met Jordanië schonden. En dat is ook waar ze tegen zijn gehouden overigens, maar dat was vooral omdat die afspraak gewoon geschonden is. Maar de reden dat Israël superieur was in militair opzicht, was dat het gesteund werd toen al door op dat moment de belangrijkste imperialistische mogendheid, Groot-Brittannië. En Groot-Brittannië die zag het gebied daar zo, het gebied was tijdens de Eerste Wereldoorlog onder controle van Groot-Brittannië gekomen. En zij zagen die plek als een belangrijke plek om controle te houden over de zeeroute naar India. Dus er zijn ook echt uitspraken waarin wordt gezegd door Britse imperialisten van, als er een staat ontstaat met witte kolonisten op de oevers van de Jordaan, dan zal dat een enorm belangrijke steunpunt kunnen zijn voor onze belangen op weg naar India. En eigenlijk zie je daarna dat na de Tweede Wereldoorlog, Groot-Brittannië speelt een hele belangrijke rol bij het bouwen van het koloniale project voor de oprichting van de staat in Israël. En eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog wordt die rol overgenomen door de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten ziet eigenlijk datzelfde belang van een witte kolonie, een kolonistenstaat, op diezelfde plek, maar om een andere reden, namelijk om controle over het Midden-Oosten, waar op dat moment hele belangrijke oliereserves zijn gevonden. En Israël wordt gezien als een plek van, daar hebben we mensen die geen kant op kunnen. Want ze zijn daar naartoe gegaan, ze hebben geen moederland. Het zijn niet zoals Algerijnse of Franse kolonisten in Algerije die teruggingen naar Frankrijk na de decolonisatie. Of, wat? Ja. Kan je toewerken naar een afronding? Ja.
En ze zijn niet hetzelfde als Nederlandse kolonisten in bijvoorbeeld Indonesië, die terug konden naar Indonesië. Dus de Amerikanen die zien dat als een hele belangrijke, heel belangrijk uitgangspunt. Want het is eigenlijk een fort vol met soldaten dat niet teruggetrokken kan worden. En dat is denk ik een hele, hele belangrijke. En de Verenigde Staten die bouwt een systeem van dominantie in die regio. En Israël is daar een belangrijke factor in, de belangrijkste. Maar ook landen als Egypte en Saudi-Arabië, waar dictators worden gesteund, die spelen daar een hele belangrijke rol in. Dus dat creëert ook een situatie waarin er een alliantie is tussen het Zionistisch koloniaal project en westerse mogendheden die er belang bij hebben dat Israël daar zo blijft. En dat creëert voor de Palestijnen een situatie waarin Palestijnen niet alleen te maken hebben met Israël als onderdrukker, maar eigenlijk een heel imperialistisch systeem wat veel groter is dan alleen Israël. Nou, dat betekent voor ons dat wij ook een hele belangrijke verantwoordelijkheid hebben om daar een rol in te spelen bij de afbraak van dat hele systeem. Dus wij, voor ons betekent dat dat wij een solidariteitsbeweging moeten opbouwen met Palestina. Dat wordt nu gedaan. Ik denk dat de BDS-beweging daar een belangrijke rol in speelt. Maar het betekent ook wat meer. Het betekent ook dat wij een veel bredere beweging nodig hebben in het Westen, die al die dingen met elkaar koppelt. Dus die het erover heeft dat de oorlog van Saudi-Arabië tegen Jemen onderdeel is van hetzelfde systeem als de oorlog van Israël tegen de Palestijnen. En die ziet dat extreem rechts in Nederland, dus de opbouw van Forum voor Democratie en de Partij voor de Vrijheid, zogenaamd, dat die onderdeel zijn, dat al die verschillende schijven van belang zijn. En dat al die dingen aan elkaar gekoppeld worden. En ik denk dat tot slot, dat zijn eigenlijk twee elementen. En dan ga ik naar mijn afronding. Het eerste element van de bevrijding van Palestina is het heroïsche verzet van de Palestijnen zelf. Zonder dat verzet is de bevrijding van Palestina niet mogelijk. Het tweede element is de solidariteitsbeweging in het Westen, waarbij wij de steun vanuit het Westen aan Israël kunnen stoppen. Maar het derde is denk ik dat we breder in de regio moeten kijken naar krachten die dat hele imperialistische systeem daar zo omver moeten en kunnen werpen. En ik denk dat als je naar de recente geschiedenis kijkt, dat je dan naar Egypte moet kijken en naar de Egyptische arbeidersklasse en hoe zij in 2011 de hele regio op zijn kop hebben gezet door een van de belangrijkste bondgenoten van de Verenigde Staten omver te werpen. En als dat gebeurt, dan gaan er ook dingen in de rest van de regio schuiven. En dan zal je ook zien dat Israël gedwongen wordt om een stap terug te zetten en om de apartheidstaat die het is te ontmantelen. Dat was hem. Okay, dankjewel. Dankjewel alle drie, Dina, Doreen en Max. Heel interessant. We zijn er snel doorheen gegaan, maar via Facebook gaan we in ieder geval afsluiten. Dus daar stoppen we de stream, maar mocht je dit interessant vinden en wil je nog meer hierover doorpraten, dan kan je dat laten weten door een aanmeldingsformulier in te vullen. Volgens mij is die gedeeld in de chat. Dus dan zien we je graag aansluiten bij Zoom. Voor de rest is het natuurlijk een strijd van een lange adem. En mocht je nog een organisatie zoeken waarmee je verder wil organiseren, dan kan je ons een bericht sturen. We zijn actief op meerdere strijdterreinen naast Palestina. We hebben ook een krant die we elke maand uitbrengen. Hier.
staat ook online. Mocht je daar verder over willen lezen, dan kan je ons een bericht sturen. Ja, en heel erg bedankt voor het kijken en tot snel.